Welkom bij deze nieuwe uitzending van het Wie is de Mol Journaal. We bespreken de livestream na gisteren. Welkom Maloten bij deze nieuwe uitzending en video van het Wie is de Mol Journaal. Gisteren zijn de 11 kandidaten bekendgemaakt in de livestream van Wie is de Mol. De kandidaten zijn als volgt: Everon Jackson Hoy, Arno Kantelberg, Freesia Cousino Arias, Glenn Faria, Hila Noorzai, Kim Leon van der Meij, Latitia Gerards, Sahil Amar Aysa, Suzanne Kleeman, Thomas van Luyn en Welmoed Seidsma. Sommige mensen zal je vast wel kennen van onder andere programma's of ergens anders. De kandidaten hebben gisteren een pleidooi gehouden voor ons allemaal over waarom zij geen mol zouden kunnen zijn. De verdachte kandidaat die heel Nederland met stemmen heeft gevonden, werd Arno Kantelberg. Helaas konden we uiteindelijk niet zien wie de twee vrijstellingen had gewonnen. Dit zien we natuurlijk pas in januari. Laat vooral weten wie jij na deze pleidooi het meest verdacht. Ik verdenk tot nu toe vooral Kim Leon van der Meij en Hila Noorzai. Daarnaast zijn er veel verschillende gedachten over dit seizoen. Dit hebben jullie ingestuurd via mijn Instagram story. Ik kreeg hier reacties zoals waar is Kai, weer veel onbekende Nederlanders, ben benieuwd of Thomas er veel humor in gooit, Kim is de mol, leuke groep en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ook is er nog iets opgevallen door het Wie is de Mol fanaccount wie de mol-nl. Namelijk het volgende: als je de ogen van degene die achter het masker zit vergelijkt met die van Kim Leon, dan lijken ze best wel erg op elkaar. Het zou dus kunnen dat we de mol nu al hebben ontmaskerd hiermee. Dan nog even iets over het land wat ik zelf heb gevonden. Als we kijken naar de kandidaten, lijkt het alsof ze het heel erg warm of heel erg zweterig zijn. Dit werd door Rick natuurlijk verwezen als de airco doet het niet. Oh, maar het is hier ook heel warm hoor, dat zeg ik ook zelf. De airco is kapot, zeg ik even bij. Maar sommige kandidaten hadden ook zomerkleding aan. Zou dit betekenen dat het toch Italië is of een ander warm land zoals Spanje of Griekenland? Laat vooral weten wat jij denkt door mij een DM te sturen op mijn Instagram. Tot zover het Wie is de Mol Journaal van zondag 29 augustus. Abonneer voor meer en ik zie je wel weer.